Dylan Teuns, beste Belg, maar daar koop je natuurlijk niks mee. Vertel eens de laatste klim, hoe is die verlopen voor jou? Inderdaad, daar koop je niks mee. Ik denk winnen was vandaag heel moeilijk. Ik denk de sterkste heeft gewonnen, dat was duidelijk. Maar ja, een mooie podiumplaats had er misschien wel in gezeten. Kort op 300 meter van een meet of zo de pas afgesneden, waardoor ik de benen moet stilhouden. En daarvoor lees ik volledig momentum en moet ik mij volledig terug op gang trekken. En ja, dat kost me toch wel 2 plaatsen altijd, denk ik. Wat vond jij onderweg van de actie van Wout van Aert? Was jij ook verrast? Ik was vooral verrast door heel het hectische eerste 1 uur 40 koers. Ontzettend veel geprobeerd voor mezelf en ja, tevergeefs. En ook een paar keren dat we niemand mee hadden, dat we echt wel alle zeilen moesten bijzetten. Dus die eerste 1,5 uur laten ons afronden, heeft heel veel krachten gekost. Ja, om dan weg te rijden en voor te rijden, ja, een lange etappe zoals vandaag. Ja. Nou, waarom probeer je zelf, als je weet dat je een goed eindshot hebt, waarom focus je dan niet op de laatste klim? Ja, je weet als die 10, er is een groep van 20 een keer weg geweest, 2-3 kilometer. Er is zeker 5, 6, misschien 10 kilometer en een groep van 10 weg geweest. Ja, als die wegrijden, dan is de koers gereden. Dus je moet proberen, je mocht niet in de verdrukking komen daar als team dan gezien eigenlijk. En ja, daarom probeer ik zelf. Ook omdat, ja, ik zeg het, als er een groep van plus-minus 10 wegrijden, is de koers gereden. Voorspel je morgen een soortgelijk scenario? Die kans zit er sowieso in, ja. In elk geval voor jou nog een nieuwe kans morgen? Sowieso een nieuwe kans, maar ja, zoals vandaag, het zal een beetje loterij misschien zijn. Hè. Succes toch. Dank u.